Wat betekent de Vierdaagse voor de Gelderlander? Ja, de Vierdaagse is het grootste festijn van Europa. De grootste mars ter wereld. En als je dan zeg maar dat op je eigen gebied gebeurt, zoals bij de Gelderlander, dan moet je daar natuurlijk heel veel aandacht aan besteden. En nou, we hebben in ieder geval iedere dag een extra bijlage van 10 pagina's. Vol met nieuws over de feesten en over het wandelen. Nieuws, maar ook leuke verhalen van mensen die meedoen. En, iedere dag hebben we een walkshow. Dat is een talkshow die dan over ook actuele dingen gaat. En we zijn overal op de website. Proberen we ook nog actueler te zijn door alles meteen op de website te zetten wat er op dat moment gebeurt. En wat zijn de extra activiteiten die jullie doen omtrent de 100ste Vierdaagse? We hebben een extra mooie magazine vooraf gemaakt. Maar omdat we nu ook deel uitmaken van een persgroep waar de AD bij hoort, is dat magazine ook meegegaan bij alle AD-abonnees. Dus daarmee is eigenlijk de Vierdaagse een soort landelijk product geworden. En dat magazine moet dan mensen uit heel Nederland naar Nijmegen lokken, in zoverre dat nodig was nog.